Hallo, ik ben Kim Krabeels en dit is Kleine Struis. Kleine Struis die woonde vroeger in dat ei daar. Echt waar, straf hè. Toen paste hij daar nog in. Ja, dan was hij lekker veilig. Hij zat daar best wel knus. Maar nu is hij groot. Zo groot dat hij zijn eigen boek heeft geschreven. Hij heeft een beetje hulp gekregen van mezelf voor de tekst. En van Marije Tolman voor de prachtige tekeningen, toch? Ja. Het is een boek over bang zijn. En soms wel eens graag alleen zijn. Misschien moet ik er een stukje uit voorlezen. En dan gaan we daarna iets superleuks doen in de buitenlucht. Goed? Ja. Echt waar. Kleine Struis. Daar gaan we. Kleine Struis. Hoppla. Kleine Struis die stopt zijn kop in de grond. En daar laat hij hem zitten. Eén halslengte onder de grond voelt haast net zo veilig als vroeger. In het ei. Kleine Struis is wat je noemt een... Weet je wat? Zeg het zelf maar. Zal ik het zeggen? Een watje, een bangerik. Van zijn soort worden van die hele... Van die zachte kussenvulsels gemaakt. Of van die donzige pluimbezems die het stof wegaaien. Of van die fantasietjes op zo'n hele tuttige mevrouwenhoed. Was Kleine Struis maar nooit uit de dop gekropen. De savanne is een enge plek voor een zacht eitje als hij. Maar weet je wat? Kijk eens. Daar beneden in het donker, daar is Kleine Struis de allerstoerste. Ja, voor zover hij dat kan zien. Maar ja, wat kan je zien in het donker? Niet veel, hè? Oh. Kijk eens. Aardvarken, die woont ook op de savanne. Aardvarken die vroet zijn lange snuit omlaag. En die zegt, kop op, Kleine Struis. Wanneer kom jij nu eens boven? Ik? Ja, jij. En waarom zou ik? Piept Kleine Struis. Van daarboven komt niks goeds. Laatst trappelde een stel woeste olifanten me nog zo wat tot moes. Aardvarken fronst. Maar hè? Hij herinnert zich, ah ja, de dansende olifantendames. Die hadden de boel eens goed toen daar, maar ja, kwaad was dat niet bedoeld. Jij, hè, snuift hij daarom knorrig. Jij ziet het allemaal te zwart. Ik als aardvarken, ik vroet al jaren in de aarde. Dus neem het aan van mij. De echte griezels, die zitten hier. Kijk maar. Diep verscholen in het duister. En het is waar wat aardvarken zegt. Je moet maar eens kijken. Daar zit zo'n hele griezelige vechtkever met messen op zijn hoofd. En een onderkruiper en een turbotor. En hier een meikever. Die een heel lieve heersbeestje levend verslindt. Aardvarken ziet ook nog een yummy, sappige engerling. Dat is het kleintje van de meikever eigenlijk. En hij denkt, yummy de pammy, een engerling. Die vangt die sappige engerling en hij haalt zijn snuit weer op. En Kleine Struis die blijft achter met een gat in zijn plafond. Nu dringen de savannegeluiden nog duidelijker. Jij vindt het precies. Vinden jullie het moeilijk om stil te zitten? Ja, het is ook zo'n mooi weer natuurlijk. Hè? Weet je wat? Als het een keer slechter weer is, hè, of vanavond als het donker is, hè, dan kunnen jullie misschien dit boek zelf uitlezen. Of jullie kunnen het gaan zoeken in de bib of in de boekenwinkel Kleine Struis. Maar ik stel voor dat we nu het nestje van Kleine Struis gaan maken. Een kleine struisvogelnest. Super, hè? Ja, maar daarvoor moeten jullie natuurlijk eerst de tuin in. Of hier, het broek, of het bos, of de wei. En dan moeten jullie allemaal leuke dingen gaan verzamelen om dat nestje aan te kleden. Zullen we dat gaan doen? Oké. Eerst moet je spullen zoeken in de tuin. Schors, veren, takjes, mooie stenen... Kleine plantjes. Ik heb natuurlijk mijn kindjes erop uitgestuurd om in de tuin van alle leuke spullen te gaan zoeken. En terwijl ze dat deden, ben ik boven een schoendoos gaan zoeken. En verf en lijm en scharen. En ik heb de prachtige knipplaten van Marije Tolman afgedrukt. Die vind je op mijn website www.kimkrabeels.be. Je kan ze daar downloaden en dan mooi in kleur afdrukken. En dan heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt. Dit is onze buit. We gaan de doos mooi verven.
Je kan zelf een paar meubeltjes maken, een mooie kookplaat bijvoorbeeld, want struisvogel eet heel graag gebakken eieren. En dan natuurlijk knip- en plakwerk. Knip, knip, knip. Zijn staart er niet af. En ook je vingers niet. Deze kever gaat tegen de muur. Dat is een wandkever. Je kan ze ook rechtop in de doos zetten. Of aan de buitenkant plakken. Maar hij heeft er heel veel gemaakt, dus het kan niet op. Kleine struis heeft natuurlijk ook graag een beetje licht binnen. Dus je kan wat gaten in de doos maken. En als je nog niet groot genoeg bent om zelf met zo'n scherp mes te werken, vraag je dat aan mama of papa. Hè. Hallo kleine struis, dit is lieve heersbeestje. Is er iemand thuis? Kleine struis komt ook al eens kijken. Oh, dat wordt hier mooier en mooier. Ik moet me niet uitlachen. Je kan helemaal wild gaan met alle dingen die je in de tuin vindt. Glitterdennenappels bijvoorbeeld. En dan kan de binnenhuisarchitect komen. Wel ze? Lieve heersbeestje is er ook weer bij. Nu de keuken. Inbouwkeuken. Open dak. Prachtige poef erbij. Beetje groen. Kleine struis zegt, idis VT wonen. En hopse, nog een paar beelden van de housewarming. Super tof. En ik vind knutselen eigenlijk niet eens kei leuk. Dit was echt heel leuk. Jullie kunnen er een hele namiddag heel tof mee bezig zijn in de tuin. Veel plezier ermee. Tadaa. Veel plezier.